het hoogtepunt van de heilig bloedprocessie in Boksel trokken jaren geleden liefst 40.000 pelgrims naar Boksel om het bloedwonder te zien. Het is nu anno 2022. Nu zijn de locaties op Duinendaal en we gaan kijken wat de heilig bloedprocessie nu betekent voor Boksel. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Wat betekent de bloedprocessie voor u? De bloedprocessie, ja, wat betekent die voor mij? Ik denk dat het in stand moet blijven, omdat het dus een oud geheel is. Een oud geheel, in dat het dus herdacht wordt, dat er geknoeid is met wijn. En ik denk dat het ook voor het geloof een overeenkomst is, dat mensen weer herinnerd worden aan het verleden. En ik vind altijd de oudere dingen moeten in stand proberen te houden. Als je in Boksel geboren bent, ook ik heb meegelopen 3 keer. En 1 keer was ze historisch, want dan mocht ik 1 keer Eva vervangen. En nu zie ik haar in deze rol, dus daar moet een vraag over gesteld worden. Dag Eva. Dag, hoi. Ja, jaren geleden moest Eva vervangen worden en ik mocht dat doen. En ik vond dat zo geweldig. En ik vraag hier aan iedereen van, waarom loop je mee met de bloedprocessie? En dus dan ga ik toch ook aan Eva vragen. Ja, nou ja, het is natuurlijk een traditie, hè, als je uit een rechtgaand katholiek gezin komt om dat te doen. En het is hier gewoon een hele mooie traditie. En niet dat ik zo heel erg katholiek meer ben, maar ik waardeer nog wel de waarde wat dat betreft. En ja, voor mij is het ook een soort van reunie. Hè. Ik zie elke keer nog wel weer nieuwe mensen, of oude mensen terug, die ik weer even opnieuw mag begroeten. Dus dat is gewoon heel erg leuk. En ik vind het gewoon een mooie traditie om in stand te houden, dus daar werk ik graag aan mee. Ja. Ik probeer vandaag ook een beetje antwoord te vinden op van de reden waarom tradities in stand gehouden moeten worden. Wat is dat dan? Nou, ik denk dat dat eigenlijk het heden verbindt met het verleden. En dat we, ja, dat we die band als het ware en wat in het verleden is gebeurd, dat we die band houden en ja, daar ook betekenis aan geven. Dus dat vind ik eigenlijk wel een mooi iets om dat levend te houden, zeg maar. Alles wat leeft, voor het brood op mijn tafel, voor de liefde van mijn vrienden, voor het geluk van mijn ouders en voor de bloemen die bloeien op weg naar mijn paradijs. Daarvoor, God, daarvoor dank ik u. En wat denk je dat de Heer je als dank geeft? Pijn, verdriet en ellende. Wie het geluk zelf niet maakt, die krijgt het van God echt niet cadeau. De rook van mijn offervuur steeg op ten hemel als een zuil. En hij, ik weet dat hij mij aanvaardt als zijn kind. Geen vader jaagt zijn kinderen weg uit het paradijs. Geen dood, ziekte en armoede schenkt hij hun als dank voor hun offers. Offers
voor mijn offers. Geen dank. Want ik weet dat hij, mijn afhaal, als zijn kind. Een God die ons dood schenkt en ziekte en armoe, zo God die vervloek ik. Ik wil de wereld aan mij onderwerpen. Ik wil het eerste zijn over leven en dood. Ik ben de wet van de wereld. En jou vervloek ik ook. Omdat je partij kiest voor een God die een heerser wil zijn over slaven. Jij bleef verraad aan het leven. En verraders, die verdienen de dood. Ah! De mensen die daar wonen, die zijn veel te sterk. Hij heeft gelijk. Weet je, waren we maar in Egypte gebleven? Wat, maar weet je wat we gaan doen? We gaan terug. Ja, en we willen een nieuwe aanvoerder. Weg met Mozes. Weg met Mozes. Stop. Omdat Yahweh ons haat, hè? Dat is de reden dat hij ons vanuit Egypte naar het beloofde land heeft gestuurd. Om ons daar te laten omkomen, ja. Ja, we gaan niet met Mozes en Yahweh mee. We gaan niet naar het hoofdland. Maar mannen, kom. Laat ons zo snel mogelijk optrekken naar het land dat Yahweh ons heeft aangewezen. Zo Yahweh ons genadig is, helpt hij er ons heen. Zie eens deze druiventros. Verzet u niet tegen Yahweh. Hij staat ons bij. Weet je dan niet dat Yahweh ons altijd heeft bijgestaan? Dat hij ons bevrijd heeft uit Egypte. Ons geleid door de woestijn. Ons gedragen zoals een vader zijn kind draagt tot zijn aankomst in zijn woonplaats. Dat hij, Yahweh, ons dit beloofde land zal geven. Kom, we gaan verder. Welke rol heeft u, meneer? Mozes. Oh ja, Mozes. De profeet Mozes. Ja, en ik vertelde net, als kind was ik altijd heel erg bang van deze... Ja. Ook voor mij niet bang te zijn. Nee, precies. Maar dat komt denk ik door die dingen en de blik. Nou, Mozes, wat is de rol vanmiddag? Mozes predikt een stukje uit de Bijbel voor de mensen. Dus alle profeten hebben eigenlijk maar een kort stukje tekst. Maar het is een Bijbeltekst. En het heeft te maken met dat Yahweh zeg maar door Egypte trekt. En daar ga ik ze voor waarschuwen. Want was Yahweh dan goed of niet goed? Jawel, was wel goed. Maar die ging wraak nemen op Egypte. En Mozes beschermt zijn volk door daar een pascha, zoals dat heet, over uit te spreken. Zodat ze dus niet gestraft zouden worden. Oh. En dat is een stukje tekst wat ik meeneem. De reden dat u meeloopt aan de bloedprocessie? We doen het al jaren. En ik ben heel lang volgeling van Mozes geweest. En toevallig kwam deze rol nu niet vrij. Van mijn voorganger die wilde het niet meer doen. Of die kon niet meer. En mocht ik dankbaar de rol overnemen. En, erg leuk. Nu horen van heel veel mensen van, nou, we doen het al jaren. Dus daarom doe ik mee. Maar wat zit daar dan achter? Ik vind het een hele, hele mooie Bokstelse traditie. Wij hebben vroeger van kind uit woonden wij langs de route, zeg maar. Dus we zagen hem ook elk jaar voorbij komen. Op school werd je al gevraagd om mee te doen als klein kind, zeg maar. Dus we hebben altijd al jaren meegelopen. En ik vind het ook een traditie die zo mooi is, die absoluut niet verloren mag gaan. Dus vandaar blijven we meedoen. We hebben heel veel familieleden, mijn zussen lopen allemaal mee, mijn vrouw loopt mee en een paar kinderen daar weer van. Het is heel geweldig en een leuk sfeertje hier om mee te mogen lopen. Fantastisch, uw apostel. Denk eraan dat eertijds heidenen waard van geboren. Dat ze toen zonder God waren. Uitgestoten, dat is Israëls burgerschap. Vreemd aan het verbond der belofte. Zonder hoop in de wereld en zonder God. Maar thans, toen wij in Jezus Christus zijn. Thans zijt je nabij gekomen. Christus bloed. Nee,
eertijds verre waren. Dan zijt gij niet langer vreemdelingen en gasten, maar medewerkers der heiligen en huisgenoten God. Wij zijn profeet, in ieder geval ik ben profeet en hij doet er een beetje mee. Dus wij weten alles wat er morgen gebeurt. Ik ben oud bokstelaar. Ja, dus wij voorspellen en dat doen we ook gratis ook nog trouwens. Dus, zit er na zoveel jaar alles nog in de teksten? Ik zit wel eens te denken over een andere tekst. Ja. Want? Ja, dit is een beetje, kijk, mensen vinden me helemaal niet aardig. Want ik wens jou hel en verdoemenis. Het was vroeger in de kerk ook, hè? Ik ken jou wat langer en daar wil ik jou helemaal niet wensen. Nee, maar dit is wel, ik vind het wel interessant, want die tekst, hel en verdoemenis, waar komt deze tekst vandaan? Ja, dit is van oudsher. Dus dit is echt de tekst vanaf het begin. Dus die profeten die toen als je het verhaal leest, ik heb dat met het overlijden van meneer Van Dongen, heb ik zeg maar het verhaal van Daniël uitgeplozen, want daar heeft hij altijd gelopen en ik heb daar overgenomen. En dan zie je dus dat Daniël zeg maar zijn tijd ver vooruit was. Een man met een rok. Ja. Wij storen u heel erg privé met omkleden, maar we vonden het zo'n mooi beeld. Wat is uw rol vandaag? Mijn rol is de pastoor van de historische groep van Eligius. Wat is uw eigen achtergrond? Mijn eigen achtergrond. Gepensioneerd op dit moment. En hoe belangrijk is voor u de bloedprocessie? Ja, heel belangrijk, want anders loop ik niet mee. Nee, heel belangrijk. Omdat? Het is een wonder en het blijft een wonder. En ja, het moet toch gehandhaafd blijven als cultureel erfgoed. Ik ben verteller. Oh, dat is jou wel toevertrouwd, Maarten. Ja, horen, dat kan ik wel. Maar ik vertel het verhaal van de bloedwonder. En vind ik altijd mooi, wil ik toch even zeggen, dat ik Piet Bevers vervang. Die een keer jaren geleden bij mij aan de deur kwam. En omdat hij ziek was. En zei, zou jij morgen van mijn bloedsessie willen lopen? En ik zei, ja, dat is goed. En dan had hij tekst bij en dan zag spierweert. En, heb ik die rol voor hem gelopen. Hoe belangrijk is voor jou het verhaal van het bloedwonder? Nou ja, cultureel gezien vind ik het belangrijk. Omdat het boksel bindt. Omdat het boksel heeft gemaakt ook. Als je ziet die grote kerk die we hebben. Dat is ook een hele mooie, vind ik. Religieus gezien, nee. Dat verbindt me niet zo. Terwijl ik wel met het verhaal heel veel heb, zoals je weet. Hè? Ja. Dus ja, dat.
En zijn de kuiten gesmeerd? Omdat het nu toch, het is geloof ik 3 jaar geleden alweer, hè? Ja, ja. Nou, ik ben echt een wandelaar, dus je mag voor mij zo lang zijn als je wil. Dus ik vind wel, ja, we doen een korte route. Ik weet eigenlijk niet per se waarom, maar maakt mij niet uit. Ik bedoel, ik hoop als er maar mensen langs de kant staan, ik ben ontzettend blij dat het weer goed is. Want dat is nou een beetje het wonder van vandaag. Ik wilde net vragen, Jurk. Ja, het is een prachtig. Ik ben een volgeling van David. Dus dat gaat helemaal goed komen vandaag. Ik heb David nog niet gezien, maar ik denk dat hij. Het is weekend natuurlijk, misschien op stap geweest. Hè? Nee. Een kamelenvijfje of zo. Ik weet het niet. Ik weet het niet, hè, wat hij nou allemaal doen. Even nog voorproeven misschien van een drankje. Ja, ik denk het wel. Ja, dit. Ja. Kijk, hier moet eens kijken. Echte kleed, heb ik niet altijd, hoor. Nee, dat klopt. Nee. Even aan. Ik kom uit een groot gezin met 10 kinderen bij ons thuis. Ja, ja, ja. En wij moesten ons eigen aankleden. Dat was vroeger heel gewoon, hè. Ja, alles zelf leren. Alles zelf, ook zelf was en alles. Ja, dat was in één keer. En allemaal in hetzelfde shop dan, hè. Nummer 1 erin en dan de volgende. Want we hadden nog geen gijzer. Dat moest allemaal nog gekookt worden. Ja. Hé, hey, dankjewel, meisje. Nee, wat heb ik gedaan? Die nog hervonden. Hoe gaat het? Want ik heb er geen verstand van. Oh, die jongens kunnen niet knopen. Nee, ja, kijk. Hier. Alsjeblieft, zelf knopen. Ik leg er wel een mooi strikje in en dan zal het helemaal goed komen. Want ik heb ook al een knotje in mijn haar gedaan, een kale plek, dat alles verbrandt die dadelijk. Hè. Je moet wel overal op voorbereid zijn.